En superbelangrijk is dat dat gerecht al van tevoren in je hoofd klaar is. Dus je moet ook nooit twijfelen. Dus als je een keer aan begint, dan gewoon in één rap door. Alleen dan ontstaat echt een natuurlijk gerecht. Ja, dit is mijn restaurant Wolf Atelier. Ik ben Michel Wolf. Met de aardappelplating kunnen mensen ook thuis. Met een paar kleine trucs is het echt super makkelijk. Om het gewoon alles natuurlijk in een mooie flow neerzetten, ja, dan ontstaat wel een mooi gerecht erbij. We hebben hier een steak tartare. Heel makkelijk, heel klassiek. Daar hebben we voor gekozen om een rondje te doen. Ja, die ringen zijn te halen bij de blokken tegenwoordig voor een tientje. Dus voor ieder thuiskok zijn die gewoon heel tof. Ja, bij een steak tartare klassiek hoort natuurlijk een ei erbij. Ja, pak een kwart lei, is ook bij de Albert Heijn gewoon te koop. Rucola crème hebben we bij steak tartare gedaan. Ja, omdat steak tartare rood is natuurlijk, of rundvlees rood is, past natuurlijk groen, past er heel super bij. Zo gewoon een mayonnaise van rucola gemaakt. Zoetzure ui. Rettig uiteindelijk is wit, wit, rood en groen. Dat zijn gewoon kleuren die heel goed bij elkaar passen. Dus daarvoor hebben we hier gekozen bij dit gerecht.